Hey, ja jij, welkom bij Mitchell's Dieren. Met de spin, wandelende takken, flappertakken en de dieren. Hey, ja jij, welkom bij Mitchell's Dieren. Abonneer op dit kanaal. Blijf maar hier, veel plezier. En welkom weer terug bij een nieuwe aflevering van Mitchell's Dieren. Ik ben laatst naar het bos geweest en daar was ik op zoek gegaan naar Terminothorax-kolonies. De mieren die in eikeltjes leven, maar die vond ik helaas niet. Ik vond wel in eikeltjes een andere mierensoort. En dat is Myrmica rubra. En wat is dat, denk je, die soort? Nou, laat ik het zo zeggen, het is de Europese vuurmier. Dus de stekende mieren, ja. Maar goed, ik zal je ze laten zien, oké? Okay? In 3, 2, 1. Nou, hier is die kloning dan van Myrmica rubra. Sorry voor de slechte kwaliteit. Ik zal even kijken of ik een beter shot op kan krijgen. Dit is de Myrmica rubra kloning. Dit is een van de twee. Maar even. Als jullie goed kijken, zit er ook een koning tussen. Ik zal even kijken. Ik kan hem moeilijk op dit beeld zien, maar in het echt zie ik hem wel goed. Oh, sorry. En het is een hele mooie kolonie. Maar goed. Dit is niet de enigste kolonie die ik ervan heb. Ik heb twee kolonies ervan. Dit is de andere. En hier zie je de koning wel goed. Eén moment. Dat is de koning die daar ziet lopen. Die andere dame, dat is de werkster. Eén moment. Oh, te ver, sorry. De rechter is de koning en de linker is de werkster. Maar goed. Dit zijn de kolonies dus. Kijk, ze zijn een beetje actief nu. Maar goed. Als ik alleen dit zou laten zien, zou het een beetje een kleine video zijn. Dus daar vandaar laat ik je ook even de kolonie zien die ik... Oké, sorry, ik wist even niet wat ik zei, maar goed. Vandaar laat ik je dus ook mijn Terminotox... Nee, ik doe het niet met Terminotox. Tetramol en Cuspidum kolonie zien in 3, 2, 1... Nou... En hier is mijn prachtige kolonie van Tetramora en Cuspidum. De koninginnen zie je daar links een beetje. En zorg je dat je de naam ziet van de van de site daar. Maar negeer dat maar. Het is een dure shop, dus ga daar maar niet kopen. Maar goed, ik zou het... Ik wil zeggen, deze kolonie doet het super, maar ook echt super goed sinds je uit winterslaap is. Want als je rechts kijkt en rechts tussen het kamertje, daar zie je dan een heleboel gekke kleurtjes. En dat is het brood, dat wit en een beetje bruinige. Dat zijn allemaal babymiertjes. Leuk toch? En de kolonie doet het super goed. Nou goed dan. En wist u dat deze mier ook bekend staat als de zwarte zaadmier in Nederland? Of als je de naam Tetramoricus te moeilijk vindt, kan je hem ook gewoon de zwarte zaadmier noemen. Goed dan. Ik denk dat ik nog maar één ding te zeggen heb en dat is... Abonneer en tot de volgende keer.